Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Constitutioneel Hof houdt eerste zitting sedert installatie. Regering buigt zich over sociaal vangnet en toekomst sociale zorg. Verruwing criminaliteit gaat regering niet onopgemerkt voorbij. Formele overdracht, muziekinstrumenten, militaire kapel. En bindt samen de strijd aan tegen COVID-19. Vandaag, donderdag 22 juli 2021, is een historisch moment voor het Constitutioneel Hof geweest, namelijk de eerste uitspraak sedert haar installatie vorig jaar. Het Constitutioneel Hof heeft de beslissing inzake het verzoek aangaande de toetsing van de amnestiewet van 5 april 2012 in een openbare zitting bekendgemaakt. In de zittingszaal waren onder andere aanwezig de indieners van het verzoek tot toetsing van de gewijzigde amnestiewet en de voorzitter van de Nationale Assemblée. Het verzoek houdt in toetsing van deze wet aan de grondwet van de Republiek Suriname en of enige volkenrechtelijke overeenkomst. Er is een aantal overwegingen geponeerd op basis waarvan een concrete rechtsvraag is gesteld of deze wet in strijd is met de grondwet van Suriname en of andere internationale verdragen. Het Constitutioneel Hof is in mei 2020 geïnstalleerd en wel 45 jaar nadat dit door de grondwet van 1975 was voorgeschreven. De zitting vond plaats onder leiding van meester Gloria Sterling, voorzitter van het Constitutioneel Hof. Het document van het besluit zal eerst overhandigd worden aan de indieners van het verzoek tot toetsing en vervolgens openbaar gemaakt worden. De regering heeft zich op woensdag 21 juli 2021 gebogen over het sociaal vangnet. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat er veel extra geld is vrijgemaakt. Voor dit jaar gaat het om 3,5 miljard SRD. Het vangnet kwam vorig jaar al in werking en uitkeringen werden in juni na evaluatie nog eens verhoogd. De reeds uitgevoerde maatregelen betreffen verhoging algemene oudedagsvoorziening en algemene kinderbijslag, financiële bijstand, mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Verder heffingskorting, loonbelasting, koopkrachtversterking, ambtenaren en gelijkgestelden. COVID-19 werklozenuitkering en voedselpakketten. Op korte termijn komen nog 4 maatregelen in werking. Het gaat dan om goedkope babyvoeding, gratis schoolvervoer, een schooltassenproject en subsidie op de elektriciteitsrekening. De regering beseft dat met al deze maatregelen niet alle koopkrachtverlies is gecompenseerd. Dat is helaas niet mogelijk. Daarvoor heeft de crisis te diep gesneden in de mogelijkheden. Maar het is de regering wel ernst dat iedereen zonder te veel kleerscheuren de crisis doorkomt. De verruwing van de criminaliteit gaat de regering niet onopgemerkt voorbij. Het recente misdrijf waarbij 3 verkoolde lijken in een uitgebrand voertuig werden aangetroffen, de daarbij verbandhoudende feiten en omstandigheden geven voldoende aanleiding om te spreken van een ernstig misdrijf dat inbreuk heeft gemaakt op onze rechtsorde. Ons land is volgens het ministerie van Justitie en Politie niet gespaard gebleven van de stijging en verruwing van de criminaliteit wereldwijd. De regering, CQ, het ministerie, is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en heeft vanaf het begin van dit jaar een serie beleidsinstructies gegeven aan het Korps Politie Suriname. Deze beleidsinstructies omvatten duurzame methodieken en technieken, alsook tactische en technische operationele handvaten. In opdracht van de president wordt de laatste hand gelegd aan een intentieverklaring tussen de ministeries van Defensie en Justitie en Politie voor het uitvoeren van beleid ter garandering van optimale veiligheid. Er is op diverse niveaus intensief contact met internationale organisaties en bevriende naties met betrekking tot de opvoering van de veiligheid.
De justitie doet er alles aan klaarheid te brengen in het eerder genoemde misdrijf en vraagt daarbij vooral de medewerking van de samenleving. In de Memrebuku-kazerne heeft formeel de overdracht van muziekinstrumenten aan de militaire kapel plaatsgevonden. Dat gebeurde op donderdag 15 juli 2021 tijdens een kennismakingsbezoek van de militaire attaché van Nederland, de kapitein luitenant ter zee Jaap Hubbelmeijer, aan de commandant van de muziekkapel, kapitein John Schaken. In april van dit jaar vond de ondertekening plaats van een intentieverklaring over de hernieuwde defensiesamenwerking tussen Suriname en Nederland. Daarbij vond er een symbolische overhandiging van de instrumenten plaats. Defensieminister Krishna Mathura nam het materiaal toen in ontvangst uit handen van de Nederlandse defensieminister Anna Bijleveld Schouten. Deze intentieverklaring heeft betrekking op diverse aspecten op het gebied van defensie, waaronder ook kennisuitwisseling ter bevordering van een militair ceremonieel, militair protocol en militaire muziek. COVID-19 houdt de wereld nog steeds in zijn greep. Wij ervaren het allemaal. Niet alleen in Suriname, maar wereldwijd worden er maatregelen getroffen om te voorkomen dat het virus steeds meer slachtoffers maakt. Let wel, de maatregelen zijn niet bedoeld om u onaangenaam te zijn, maar om gezamenlijk de pandemie het hoofd te bieden. Willen wij daarin slagen en overgaan tot normalisatie, dan is vaccinatie nog altijd de beste garantie. Bespaar elkaar pijn en verdriet, vaccineer en doe het virus teniet. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.